Kijk hoe vet het er van onderuit ziet. Zo, goedemorgen iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben net heerlijk wakker geworden. En ik lag in mijn bedje en ik hoor in de voortuin hoes, hoes. Dus ik denk, wat is dat? Kijk uit mijn raampie. Is mijn vader dingen aan het wegfikken ofzo? What you doing, bro? Hey, even onkruid te branden. Maar ik zag net ook dat je het grind stond te branden. Nee, ik kan daar tegen. Je doet nog wat tarrel weg bij je, of niet? Ja, kom maar even langs. Ik heb hem ook al 10 dagen niet geschoren daar beneden, dus zet hem er maar op. Nee. Nou, dan komt het niet terug ook. Nee, ja. Ja, Bobo. Jij hoeft je nooit te scheren, hè? Goedemorgen. Hey. Kijk nou een beetje uit, joh. Ja, sorry, de deur. Ja, ben je toch long? Die deur is net nieuw. Het gebeurt bijna nooit, maar ik heb klokkie rondgeslapen. Van 12:30 tot 12:30, I'm feeling good, bro. Ik heb al niet hele grote ogen, maar ze zitten nog helemaal dicht. Gewoon heel van die dikke slaapogen. Eigenlijk, jongens, ben ik een pussy, want ik heb kattenogen. Hey pap, zet die vlammenwerper ook even op mama. Dan is echt al het onkruid weg. Dat is net gebeurd. Oh. Kijk maar, ze hebt geen kleding meer aan. Het komt helemaal niet soepel uit, maar ik vond het wel leuk. Het is heel herkenbaar, denk ik, dat als je een grapje wil vertellen. En hij is eigenlijk heel goed, maar hij komt er niet lekker uit. Ik vond dit was echt een klerenmop. Dat is zo herkenbaar, denk ik. Dat herkennen jullie ook. Dan denk je, ja, ik heb echt een knijtergoede grap. En uit je enthousiasme wil je hem in één keer eruit gooien en dan loop je vast. Ja, ik dat is zo kut. Ik zat nog eens een halve slok koffie achter in Mr. Rots. Ja, je zat nog met je pokkie koffie. Hé, hey, jongens, ik ben bijna jarig. Ik ben 1 juli jarig. Dan word ik gewoon 21. What the fuck, dat voelt echt heel oud. Maar ik heb echt geen idee wat ik voor mijn verjaardag moet gaan doen. Ik wil het wel graag vieren, maar ik weet niet precies hoe. En ik wil eigenlijk een heel groot knalfuif geven voor al mijn vrienden en al mijn familie. Alleen, ja, dat kan nu niet echt. Dus ik moet even kijken hoe ik het ga doen. Maar ik ben gewoon bijna jarig. 1 juli word ik gewoon 21. Mam, voelt het al 21 jaar geleden dat ze mij uit die keizersnede trokken? Nee, dat lijkt echt heel kort geleden nog maar. Niet 21 jaar? Nee. Ja, we hebben nog steeds... Het gaat zo snel. We hebben nog steeds wel eens buikpijn van je, dus... Ik ben dus op zoek naar iets en ik kan het niet vinden. Dus ik ga even in de garage kijken. Het is ook best wel groot. Ik ben namelijk op zoek naar... Hey, mijn neefje. Yo. Yo, bro, wat doe je daar boven? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Oh, kom je naar beneden dan? Is goed. Oh, oké. Okay. Hier, wil je een ladder? Of? Ja. Ja? Oké, okay, als je... Ja. Ja. Ja, hoe moet het nou, hè? Kijk, dit is misschien beter zo. Kijk, dit is beter. Ja, kom maar. Oh. Als je valt, staat het erop. Ik bedoel, moet ik helpen voordat je valt? Ja, kijk, kom maar. Ja, ik hou hem vast. Kan ik staan? Nee, ja. Ja, nu kan je naar beneden. Oh, die teer. Je kan. Oh. Die voetjes. Woehoe. Ja. Nou, daar ben je, maat. Zo, maar wat deed je daarboven dan? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mijn Niffo en ik gaan vandaag lekker de trampoline gebruiken. Kijk eens wat we daar hebben, dames en heren. We hebben 1000 waterballonnen. En die gaan we allemaal op de trampoline gooien. Ik weet niet of het mag van mijn ouders. Als we de trampoline nou iets meer hierheen schuiven. En we doen het zonnescherm dicht. En dan kunnen we er van het dak afspringen. Ja, dat is toch sick. Dat is fucking sick. Ja, dan schuiven we hem zo dicht mogelijk bij de vlonder. Scherm inklappen en dan vanaf de aanbouw. Ja, dat gaan we doen, ja. Gewoon doen. We zeggen gewoon niks. Oké, 1000 waterballonnen op de trampoline. We hebben hier een mooie camera. Gaan we een timelapse maken hoe wij 1000 waterballonnen gaan vullen. Ik zit alleen te denken. Het is wel echt een hele grote trampoline, hè. Dus ik ben benieuwd hoe erg het gaat vullen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat toch wel leuk worden. Tijd voor een timelapse. We hebben een paar zakjes gedaan. We hebben nog heel erg veel liggen, jongen. We gaan deze vast op de trampo leggen, want we horen af en toe pats of shh. En dan loopt er eentje leeg omdat ze op elkaar liggen. Veel te veel druk. Dus dit gaan we vast op de trampo leggen. Are you ready, bro? I'm ready, bro. Lekker, bro. De eerste paar ballonnen heel voorzichtig, zodat ze niet knallen. Er zit heel veel water in ook. Oh, ze lopen wel leeg. Ze lopen er heel veel leeg. Jezus.
Nee joh, gast. Nee, dat zijn... Oh mijn god. Weet je hoeveel er leeg lopen, gast? Allemaal. Wat is dit nou weer dan? Het is een plas water. Kijk dan, ze lopen allemaal leeg. Ja, we moeten het voorzichtig erop leggen, man. Ik denk dat als je gewoon hier gaat staan... Als we straks klaar zijn, gaan we springen en dan. Ja, maar dat je wilt dit ook doen dat je gewoon nat wordt. En nu word je wel goed nat. Ja, 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 maar... Het is leuk als ze allemaal vol blijven zitten. Je kan erin springen en dan knallen ze of zo. Maar kijk, als je één keer dit doet... Kijk, we worden genaaid door deze techniek. Er zit een piepschuimballetje in. Die zit los in het ballonnetje als die leeg is. Vullen we hem, dan gaat het piepschuimballetje omhoog. Maar kijk, als je dan één keer dit doet, dan is gelijk is hij eruit. Ja, en kijk. Oh, ja, dat is kut. Hier, ga jij springen nu? Ga jij nu springen? Oh! Kijk, dat is allemaal leeg, gast. Oh, het ziet er wel gaaf uit. Het ziet er wel gaaf uit. Ja, kijk dan, ze zijn allemaal leeg. Allemaal. We geven het niet gelijk op. We gaan wel proberen om ze gewoon één voor één erop te leggen. Het balletje heel goed in het tuutje te doen. En dan hopen dat ze allemaal blijven zitten. En niet leeglopen. En als ze dan klaar zijn, dan springen we er gewoon in één keer op, ja? Ja. En dan krijg je een heel ziek effect. Kijk, dit werkt wel, jongens. Zo heel voorzichtig erop. Maar dit is ook wel eens weer een keer anders, weet je wel? Ja. Want als we dan zo meteen gaan springen, dan splash je ze allemaal uit elkaar. En dan hangen we een slow-mo cameraatje erbij. Hebben een ziek effect. Ja. Het plan om te springen van de aanbouw is gedeeltelijk al in gang gezet. Kijk eens even. Oh yeah baby, that's some good shit bro. Ik lig echt helemaal dubbel. We zitten hier die ballonnen te vullen. We zijn hartstikke lekker bezig. Het stapeltje wordt steeds kleiner. En er kwam een liedje van Bob Marley op in de playlist. Dus we hadden het over wiet en dat het steeds legaler wordt in de hele wereld. Vooral in Canada en heel veel gedeeltes van Amerika. En dat er daardoor heel veel geld verdiend wordt. Er komen heel veel kassen bij. Die gooien ze helemaal vol met wietplanten. Er gaat heel veel geld in om. Dus zei Okker, ja, maar hoe zijn ze eigenlijk ooit achtergekomen? Wat het effect is van zo'n plant. Ik denk dat er ooit een bosbrand is geweest. Ik denk dat er ooit een bosbrand is geweest en dat gewoon ineens iedereen stoned was. Ja, ah, je loopt dan niet de rennen naar een plant toe. Ja, en dan steek je hem in de fik. Ja, nee. En dan aan ruiken en er ook in ademen. Ja. Want dan ga je hoesten en zo. Dus hoe kom je erachter wat de werking is van zo'n plant? Nou ja, misschien dat er ineens een heel dorp ineens helemaal stoned was. Toen er een paar planten in de fik stonden. Oké, dames en heren, wij gaan even weer wat ballonnetjes vullen. En let op dit. 3, 2, 1. Holy shit. Het is meer dan ik dacht. Kijk eens even. We hebben een klein stukje niet kunnen opvullen. Voor de rest is die helemaal vol. Er liggen ook wat over elkaar. Ik denk, we komen niet zo ver. Want die trampoline is zo groot. Hij is 2,5 bij 2,75 geloof ik. Hey pap. Heb je twee handdoeken? Want dan kunnen jullie je voeten eventjes is goed. Schoonmaken. Ja? Mogen we alsjeblieft van eens eentje springen? Nee, dat gaat niet. Dat wil ik echt niet hebben, Don. Dat is veel te hoog. Hij staat helemaal tegen een raam aan, hè? Als die veren het begeven, die slaan dwars door het raam heen, beneden. Dan moet ik mijn hele schijfpui vernieuwen, dat ga ik echt niet doen. Ook niet voor content? Nee, ook niet voor content, hoor. Echt niet. Oké. Okay. Dus jammer dan, had je dat eerder moeten bedenken, dan had je hem waarschijnlijk wat verder in het gras moeten laten staan. Maar dan nog, dat water wat daarin zit, ja, dat dit hele net zat zo. Ik weet zeker dat als een van jullie hier vanaf erin springt, dat je er dwars doorheen gaat. Dat denk jij dat echt? Ja. Zo'n trampoline is echt sterk hoor. Ja, maar die trampoline is wel sterk. Het zeil zal wel heel blijven, maar het is opgehangen in veren. En die scheuren gewoon uit. Er staat helemaal niet op berekend, joh. Helaas geen knijtersgoeie content. Dus ik kon mezelf wat gewoon dat ik het 100% gedaan en dan maar betaald. Nee, ik respecteer mijn ouders. Als ik nu zou springen, ik denk dat mijn vader wel een punt heeft. Er ligt al een paar honderd liter aan water op. Dus als we daar nu op springen, dan pang! En stel je voor, hè, we gaan nu de trampoline tillen en we zetten hem op het gras. Dan kunnen die veren alsnog losschieten en door het raam gaan en redden we die sprong wel. Denk het ook niet eens. Laten we dan nu samen tegelijk op de trampoline gaan, heel zachtjes. En dan aftellen en precies tegelijk springen. En dan de camera ophangen en dan laten we het afspelen in slow motion. Goed idee? Ja, top. Oké, kijk hè. Kijk. Hij staat gewoon helemaal bol. Kijk hoe vet het er van onderuit ziet. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn vriendin. Kijk, mijn camera tript ervan. Zie je dat? Oh, er ging één kapot. Zie je dat? Mijn camera tript. En men pakt allemaal verschillende soorten kleuren door elkaar of zo. Een soort paars, roze. Hop, er ging niet zo. Mam, zou jij het goed vinden als we van het dak springen op de trampo? Nee, ik ga hier ook geen grapje van maken doen. Oké. Het enige wat ik me nu afvraag. Als we gewoon normaal springen, gaat er dan ook niks klappen? Een veer of een net? Daar gaan we achter komen. Als je met een paar man op de trampoline zit, dan staat hij ook altijd al zo hoor. Als je met vijven erop zit of zo. Klopt.
En als je kijkt naar de veren, ze staan niet echt mega, mega strak of zo. Ik kan wel gewoon springen hoor. Ik zou springen als ik jou was. Ja? Ja. Oké, 3, 2, 1, ik ga morgen! What the fuck, man? Lanceer me! Dit is live, gasten. Ja. Ze blijven allemaal heel. Als ze gewoon ouderwetse knoopjes erin zouden doen. Dat is steeds meer stuk. Mag nu ook al een backflip proberen. Kijk of het nu wel lukt. Ja. Ja, je moet doorklappen. Oh, wacht, shit. Gewoon heel hoog springen en dan op je rug landen. Wow! Zo kleurrijk, gast! Heerlijk! Oh, dit is echt gewoon een kinderdroom. Dit is wel een beetje een natte droom. Ja, snap je? Weet je hoe lang we gedaan hebben? Over dit vullen? Bijna 3 uur. En was het het waard? Ja. Gedeeltelijk. Als dat gebeurd kon zijn, springen, dan was 100% waar geweest. Oh! Auw! Mijn moeder is wel heerlijk tacos aan het maken met guacamole, lekkere gehakt en die kippen. Goeie toeien. Ja, lekker! Ja! Oh, ik heb zoveel trekking. En we hebben kuipjes in plaats van die halve maandjes. Yeah. Als je van die halve maandjes neemt, weet je wel, die breken altijd en dan valt alles eruit. Kan je heel moeilijk eten. Maar deze dingen zijn veel chiller. Die gaan ook lekker afbreken. Ja. Deze ook? Nee, joh. Nee, dat is allemaal gelul. En dat noem je genieten. Ik zat trouwens net te denken, ik sprong op die ballon dat toen nog helemaal vol was. Ik viel gelijk dood. Stel je voor, wij hadden gewoon met z'n tweeën tegelijk van het dak gesprongen. En dan hadden we allebei knijthard doodgevallen in één keer gewoon bam. Ja. Je moet echt goed nadenken over dingen die je doet, want... Ja! Ik heb heel veel zin om een schatje te zien. Hey Boefie! What's up, bitch? Hey, hoe is het? Heb je geen schoenen aan? Nee, even. Oh.
Ik heb een vraag. Wat zou je als eerste doen als je de president was, die minister-president van Nederland? Weet ik veel. Ik heb echt niks met politiek en zo. Ik zou denk gewoon roken verboden maken. Ik zal dat je op je 16e auto mag rijden. Ik denk, nou, misschien komt die hele diepe gesprekstof uit, maar de power is er niet echt, hè? Nee. Nee. Maar nee. Wat is het ook voor kutvraag? Ja. Is een hele leuke vraag. Ja, weet ik veel. Er is zoveel problematiek in heel de wereld, ik ook in Nederland. Ik zou alle rode auto's verbieden. Ja, ik denk, ik weet het echt niet. Nee, niet per se, man. Nee, dat was een scheet. Zo, dat klonk zo. Nee, dat was een scheet, nee, hoor. Was, ja. Nee, ik kom niet meer weg. Niet ik was echt, het was echt. Oh, holy shit, hè. Oh. Prank. Nee, ik prank. En laten we even wat lekkers halen. Ja? Ja, is goed. 3, 2, 1. 0. Dat lekkers halen was flauwekul. Het is niet helemaal waar. We hebben heel snel van een ijsje gehaald bij mijn favoriete restaurant. Ik ben nu bij Bente thuis. En wij hebben net een filmpje gekeken. We hebben even lekker quality time samen gehad. Even bijgepraat en gepraat. Hey schat, weet je wat ik net bij mij in de top comments zag staan van mijn laatste vlog? Nou. Terwijl je er niet eens in voorkomt. Wil je het weten? Nee. Wil je het niet weten? Is het iets gemeens? Niet per se. Zeg maar. De top comment is... Don, laat een briefje van €500 op je lul tatoeëren. Dan is het niet erg als Bent aan je geld zit. Ik zit nooit aan jouw geld. Nee, maar wel mijn lul. Bent is geen goeriger. Echt niet. Alsof ik zo vaak met jou ga chillen als ik alleen geld leuk vind. Je hebt toch ook seks en zo? Dat doe je toch niet voor geld? Nee, dan kan ik beter naar Amsterdam. Ja, ik ga volgend jaar naar Amsterdam. Ja, maar dat studeren, hoop ik. Nee, ik heb wel nog een bijbaantje nodig. Dus. Oké. Maar maakt het niet uit dat mensen denken, I'm happy. Mag ik een kusje? Zo, dat was er €5, nee. Het zou eerder eigenlijk andersom zijn dat ik jou goldik. Inderdaad. Jij komt tenminste nog uit een rijk gezin. Ik kom uit een normaal gezin. I'm so tired. Ja, ik ga al. Ik ken je naar je halzen, ja. Weet je wat ik echt vet vind aan sommige automerken? Dit. Die achterlichten. Kijk, let op die achterlichten. Ik zal even inzoomen. Die gaan dan zo... Tjoe. Tjoe. I like that. Niet alleen Audi heeft dat. Ook sommige andere automerken hebben dat. En dat vind ik echt vet. Het is gewoon net wat meer bijzonder dan een normaal knipperlicht. Gewoon een heel klein detailje aan de auto, maar echt vet. Oké, nu ga ik naar huis en ga ik Bobo helemaal doodknuffelen. Hey, Bobo! Wat zit jij zo stil netjes? Ja, ja, waar kijk je nou naar, hè? Hé, hey, kijk naar die sokjes, hè? Die heeft Donnie net uitgedaan, want het is heel warm. Ah, denk erom. Nee, je krijgt ze niet. Echt niet. We weten niet wat het is of hoe het komt, maar Bobo die heeft een obsessie met sokken. Voornamelijk als ze gedragen zijn. Ook schone, maar als ze gedragen zijn... Ze is helemaal gek voor sokken. Deze is schoon, die heb ik net aangetrokken, voordat ik naar Bente ging. Maar we weten niet wat het is. Dus ze wil alleen maar met sokken in de weer zijn. Die wil ze kapot kouwen, opvreten. Alleen bij sokken heeft ze dat. En dat, dames en heren, is de vlog. Normaal doen natuurlijk. Oké, dames en heren, dat is de vlog. Alleen mijn ouders liggen te slapen, dus dat zit er niet in. Dit was echt weer een bizar dag. Leuke dingen gedaan, lekker veel grapjes, lekker veel gelachen. Ik hoop dat jullie meegenoten en gelachen hebben. Mocht dat nou zo zijn, vergeet dan zeker niet te abonneren. Dan ga ik jullie zien morgen om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Helemaal zoet dat beest. Helemaal zoet.